Ouais. Ja, doorrijden. Nee, ja, nou wordt hij rood. Die kant op. Daar. Oh my. Twee wacht tot hij weer groen wordt. Ons hotel al tussen de bomen, het Dux. We hebben een rondje gemaakt, maar het was niet het mooiste rondje dat we ooit gemaakt hebben. Nog het mooiste rondje dat we ooit gaan maken. Hoewel er wel prachtige huizen staan aan het water overal. Eindelijk heeft Ineke haar Limburgse vlaai. Dat was even zoeken. Ik dacht dat je er in Limburg over zou struikelen, maar niet één zaak. Je kunt van alles krijgen, maar geen Limburgse vlaai. Wel Aperol. Daar zaten we gisteren mosselen te eten, ik tenminste. Zo, dat is Ineke. Ja, maar ben je in Limburg? Je krijgt nu 906. Van de boot. Zijn we vertrokken, de touwtjes zijn los. We gaan een mooi tochtje maken over de Maas en over de Maasplassen. Op dit moment vaart riviertje de Roer. De Rodico via Duitsland-Nederland binnenstroomt, 24 kilometer lang de Nederland. En precies hier in Remond, daar is al het einde. Hij stroomt namelijk uit in de Maas. Het zou niet verbazen of verwonderen bij de plaatsnaam Remond dat dank is natuurlijk in dit riviertje. Het komt namelijk van de Latijnse woorden mundium roeren. Dat betekent iets anders dan nederzetting of vestiging aan de roer. De Maas.
Lessendorpje, Herten met Jachthaven, de Rosslag. Hier aan linkerzijde zie je zijn Kirchhoorn, Dessersdorf, Herten met Haven, de Rosslag. Zwarte zwanen. Heb je al gedaan? Zo.
heen en dan dadelijk keihard over Ruud zijn tenen rijden. Ik heb hem expres al gedraaid voor je. Komt ie maar. Zoef zoef. Zoef zoef. Nou. Is weer gelukt. Ik begreep dat die Caroluskapel dicht was. Zoef zoef. Ga maar door. Je hoeft niet te stoppen. Ik denk dat jij het zo wel gehad hebt, hè? Ja.